zijn maar twee hoofdstukken. Fout en foutjes en verzetjes van de 14. Ik wil nog even terug naar meneer Blom. Ik heb net dat lange verhaal voorgelezen. En eigenlijk zitten daar twee elementen in dat verhaal. De ene gaat dus over morele oordelen in de geschiedschrijving. En het andere is wat Brandstad opwerpt. Bent u niet in verkeerd gezelschap terechtgekomen? Zijn er onbedoelde effecten geweest van uw oratie? Gek genoeg, in die afscheidsrede, u citeert dit wel uitgebreid, maar u gaat er verder helemaal niet op in. Zou u dat alsnog kunnen doen? Nou, ik weet niet wat daarop is. Ik heb op dat relatief lange citaat... U reageert niet op... Op dat verkeerde gezelschap. Ja. Nee, maar het verkeerde gezelschap is een beetje ingewikkeld geformuleerd daar. Want ja, natuurlijk wil je niet in het gezelschap van vergoelijkers zitten. Maar wat bedoelt Nou, ja, dat zou ik dus wel graag... Ik zou wel hebben gewild... Kijk, de enige die verder daarna in dat artikel nog noemt is Van der Heijden. En daar heb ik... Dus daar ben ik dus wel op ingegaan, mijn positie ten opzichte van Grijs Verleden. En ik vind dus niet dat het boek van Grijs Verleden als zodanig een vergoelijkend boek is. Je kan er allerlei bezwaren tegen inbrengen. Dus ik denk niet op dat punt dat Brams kan bedoelen dat het Van der Heijden is, hoewel die indruk wel wekt. En als hij dat wel bedoelt, ben ik het niet met hem eens. En dat staat er ook. Ja. En ik zou verder dan wel willen weten wie dat gezelschap verder allemaal nog zijn. Ja, want dat maakt het... Kijk, het interessante is dat Brands in mijn ogen op een toch wat verrassende manier... Hoewel als je goed probeert terug te kijken, zijn er hier en daar wel wat signalen... Dat hij dus nogal een switch maakt. He, dus dat citaat, daar zegt hij dan ook van dat citaat dat ik in 83... gebruikte, wat ik nog altijd een heel mooi citaat vind zelf, daar zegt hij van, dat is zo misverstaan dat ik het nu niet meer zou hebben willen geschreven. Maar als je kijkt naar hoe hij als docent optrad, was hij nu toch bij uitstek de voortdurend kritische analyticus die ons erop attendeerde dat je je niet door je morele en politieke motieven moest laten... Dat geschiedschrijving geen vorm van voortgezette politieke discussie... met wetenschappelijk jargon moest zijn... maar dat je echt uit moest zijn op dat analyseren en begrijpen. En maar interessant is dat hij nu toch ook veel sterker dan vroeger... er zijn kleine aanwijzingen in het verleden... ook wel, dat hij voor die oorlog een uitzondering maakt. Ja. En... Overigens ben ik van mening dat het Somtol-onderzoek van hoge kwaliteit en zeer bewonderenswaardig is. Ja, en buitengewoon leesbaar ook. Daar gaat het niet in dit om. In dit geval. Daar gaat het niet om. Nee. Maar ook sommige mensen hebben nog spannend over de Somtollen geschreven. Ook, ja. Ik wou nog één ding vragen. Zou het ook niet zo kunnen zijn dat Brands zich ernstig zorgen maakte dat het hele loslaten van het onderscheid goed en fout en alle nuanceringen daarin... dat dat niet in het algemeen, in het openbare leven enorm gevulgariseerd zijn. En dat je dan uiteindelijk uitkomt bij, wat de laatste tijd ook vaker in de pers is te lezen, iedereen een beetje dader en iedereen een beetje slachtoffer. Maar ik lees dat helemaal niet. En dan ben je eigenlijk... gewoon aan het einde van het Latijn... als je het over de geschiedschrijving van de oorlog hebt. Vulgarisering is altijd een probleem. Ik vind zelf dat... in het begin hebben we het over gehad... Jolande die heeft gezegd dat ik nogal wat succes heb gehad. Ik heb in mijn eigen analyse daarvan ook eigenlijk gezegd... ja, ik geloof wel dat je kunt zeggen dat... met wat ik in 83 betoogde... wat ik overigens niet de enige van was... ik verwoorde toen ook wel wat in wat bredere kring leefde... dat we met z'n allen 20, 25 jaar later... Dus eigenlijk dat de hoofdkenmerken toch van de wetenschappelijke geschiedbeoefening zijn. Wat ik tegelijk constateer, dat is dat de blijvende belangstelling, juist ook voor die oorlog in de publiciteit, op dat niveau van die grote publiciteit, nou juist helemaal niet tot die nieuwe inzichten dominant. Nee, de oorlog is nog steeds de vlam in de morele pan, direct. En ik zie in de grote publiciteit veel vaker die directe, goed-fout reflex dan dat er zijn allemaal een beetje dader en allemaal een beetje slachtoffer. Dat komt natuurlijk een dood enkele keer ook voor. En dat is wat mij betreft ook volstrekt onjuist en zeer onwenselijk. Maar het andere is volgens mij sterker aanwezig in de publiciteit. Oké,
Beatrice, jij wou nog iets zeggen? Nou, of wat nou sterker aanwezig is in de publiciteit, dat weet ik niet. Het is absoluut waar dat de oorlog natuurlijk ook aan primitieve reacties oproept. Maar je zult het aantal symposia en bijeenkomsten, je wilt het niet weten hoe vaak de relativering van dader- en slachtofferschap onderwerp is van serieus debat. En de keren dat het als sophisticated wordt gezien om te zeggen, goed en fout bestaan nu eenmaal niet. Dat weten we toch inmiddels sinds Blom. Als ik Hans was, zou ik dat verschrikkelijk vinden en zou ik me daarover distancieren. Maar dat is ook echt heel veel maar, voor. Dat is ook verschrikkelijk. Ik heb overwogen om een ingezonden brief te sturen naar de boekenbijlagen van de NRC, omdat, dan ben ik bij de vuistjes altijd vreselijk in de war, maar ik geloof dat het IS vuistje was, die ja, dus terecht opkwam voor het goed recht van Sietse van der Zee om het onderwerp te kiezen dat hij zelf koos en daarover een degelijk grondig researched boek te schrijven. En nodig vond om daaraan toe te voegen dat het, wat die Van der Zee deed een stuk beter was dan Blom en Van der Heijden die goed en fout relativeerden. Kijk, daarmee toont hij aan dat hij of mijn dingen nooit gelezen heeft, of ze verkeerd begrepen heeft, laten we hopen het beste, of eventueel nog kwaadwillig is, maar dat laten we als mogelijkheid natuurlijk vanzelfsprekend buiten beschouwing. Dus, en, want er is natuurlijk geen sprake van dat ik zou denken dat er geen goed of fout zou zijn, of dat je daarover moet relativeren. Het gaat om de manier waarom je ermee omgaat en de vraag of het met een hedendaagse morele appreciatie te lijf gaan van het verleden ons een stap verder helpt bij het verrijken van inzicht in dat verleden. Dat is de vraag. Dat is iets totaal anders. Marjan Zwegman, jij hebt niet zo lang geleden voorgesteld dat we nu maar eens moeten breken met Grijs. Dat het tijd wordt om toch weer meer terug te keren naar goed en fout. En dat jij ervoor bent om helden te herintroduceren in de oorlogsgeschiedschrijving. Waarom eigenlijk? Ik wil even corrigeren dat ik niet een terugkeer naar goed en fout heb bepleit. Ja. Want ook ik heb heel erg veel gehad aan het openbreken van het keurslijf wat inderdaad is aangelegd geweest door goed en fout. Ik heb eigenlijk in mijn Von der Lubbe-lezing was het, een typische anti-held natuurlijk, Marinus van der Lubbe, heb ik ervoor gepleit dat eigenlijk het pleidooi van Hans Blom, zoals ik het altijd heb begrepen, namelijk het brengen van complexiteit in oorlogsgeschiedschrijving, dat je dat eigenlijk ook zou moeten doen met geschiedenissen van verzetshelden, omdat het naar mijn idee een beetje leek alsof dat genre een beetje stil had gestaan. Onmiddellijk kwam het boek van Jolande natuurlijk over Boelaert, waaruit blijkt dat ook het genre van de biografie van de verzetsheld danig vernieuwd is. Was dat afgesproken? Oh, volgens mij echt niet afgesproken. Ik was er natuurlijk al jaren mee bezig. Oh, ja. Ja, maar ik wist natuurlijk niet hoe het zou worden. Nee. Ik had wel een bepaald idee daarover. Maar oké. Okay. Maar eigenlijk is het dus meer een pleidooi voor een toepassing van de inzichten van Hans Blom ook op de geschiedenissen van verzetshelden. Maar het is ook een pleidooi om misschien niet zozeer te breken met Grijs, maar wel het beeld van de bezettingstijd als totaal grijs, om daar inderdaad wel wat nuance op aan te brengen, meer aandacht te geven aan verzetshelden, verzetstrijders, om dat gebied wat naar mijn idee een beetje statisch. Ik vind dit een beetje voorzichtig geformuleerd eigenlijk.